Hey, ik ben Aaron. Ik werk momenteel nog steeds bij JP van Eesteren in de uitvoering. En dit is mijn derde en laatste vlog. Als ik terugkijk naar afgelopen jaar, merk ik dat ik ontzettend veel nieuwe inzichten heb opgedaan in en rondom de bouw. Van kleine dingen die best wel vanzelfsprekend lijken, tot erg specifieke handelingen. De laatste tijd heb ik veel groei doorgemaakt in betrokkenheid bij het project. Hoe je contacten onderhoudt en hoe je het beste met een klant om kan gaan. De omgang met de andere building talents heeft me de laatste tijd erg goed geholpen. Iedereen staat er een beetje hetzelfde in. Je deelt ervaringen met elkaar en kan elkaar daarop ook specifiek vanuit jezelf tips en tricks meegeven hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Voor mij is er niet echt een specifiek hoogtepunt geweest in de CU. Ik merk wel dat de groep waar ik in zit erg hecht is geworden. En dat dat heel erg waardevol is om elkaar zeg maar, te ondersteunen in moeilijke dingen. En te motiveren bij dingen die je juist heel leuk vindt. Ik raad de Construction University aan omdat het je de mogelijkheid geeft om bij verschillende partijen een kijkje in de keuken te nemen. Je een beetje te oriënteren en te kijken van wat je leuk vindt om te doen. En daarnaast ook omdat je lotgenoten hebt die met jou mee hetzelfde traject doormaken en waarin je elkaar kan motiveren. Ben je nou benieuwd naar meer inzichten en ervaringen uit het ontwikkelprogramma van de Construction University? Kijk dan op dit kanaal naar mijn eerdere vlogs of de vlogs van de andere talents.